otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Hele, goedemorgen. No. Oh. Je hebt je Amsterdam t-shirt al aan? Ik heb mijn Amsterdam t-shirt al aan. Ben je klaar voor de reis? Ready for the reis. Ik zal het even zo doen. Zo. Wat idee. Je hebt je Amsterdam t-shirt al aan. Mijn ouders rijden ook mee. Op naar Malaga. Oh, we moeten tanken. Niet. Ja, we kunnen nog maar 90 kilometer. Nee, ik kom omdat je op de berg staat, denk ik. Nou, kijk eens. Nog maar een klein beetje. Ja, omdat je op de berg staat, denk ik. Oké, dus even naar Kastel, even tanken. We gaan in ieder geval naar Malaga, want Malaga. Demi gaat naar Nederland. Demi gaat naar Nederland. Je bent zo weer terug ook. Ja joh, het is maar 4 nachtjes. Gelukkig. Wat? Ja. Ja. Ga je toch missen? Ja, is het zo? Nee, joh, voor jou gaat het zo snel voorbij. Nu alweer terug gaan ophalen. Zo ver rijden. Zo ver rijden? Dan kan ik nog een keer naar de Brinkelmarkt. Ja. Of naar de Ikea? Ja. Ja. Hoe denk Davy? Ik loop pas om 7 uur, hè? Kan ik? Ja, je kan. Ik land pas om 7 uur. Als we nu doen, dan kom ik aan om 9:50. S'avonds? 9:30. Terug bedoel je, s'avonds? Ja. Ja. Oh ja, dat is wel laat, ja. Nou ja, misschien is de Ikea dan nog open. De Ikea is denk ik nog wel open. Je ziet het, zonnetje schijnt. Want je komt dinsdag alweer terug, hè? Alweer, ja. Ja. Ja, dat is snel. Ja, dat is ook snel. Tegelijkertijd voelt het ook wel weer lang. Helemaal nu. Als je nou weer de boel te overdrijven voor de kijkers. Ja, dat moet toch missen? Daniel, die is altijd druk met van alles en nog wat. Dus tijd om te missen is er bijna niet. Van alles nog wat. We gaan nu ook, als wij jou zo meteen hebben weggebracht, heb ik een lijstje. Met ik denk wel iets van 17 dingen erop die ik al moet halen bij de Brinkelmarkt voor de studio. Dus dat gaan we ook nog zo meteen doen als we jou hebben weggebracht. Ja. En daarna moet ik jou gelijk missen. Als je in de auto en je terug zit, zeker. Ja. Moet je toch weer alleen achterlaten daar op het vliegveld. Ja. Ja. Zielig. Is het de tweede keer? Of de derde keer? Tweede keer, nu. Ja, je hebt wel de derde keer dat je hem achterlaat. Alleen de tweede keer op het vliegveld en 1 keer volgens mij bleef ik in Nederland de afgelopen keer. Ah ja. Mijn oren. Dus we gaan even snel naar het tankstation, we kunnen tanken. Ja. Aeropuerto. Malaga. Kijk, Malaga. Staat daar een privéjet? Meerdere. Een paar, ja. Best wel veel. Ja. Maar daar ga ik niet mee hoor. Nee. Het zou wel vet zijn. Het zou wel duur zijn ook. Ja, dat ook. Ja. Ik ben wel benieuwd of het druk is eigenlijk. Vliegveld? Ja. Ja. Maakt het niet uit, die of die? Nee, het is altijd hetzelfde. Hm. Ticket. Ik moet wel naar de plassen. Oh jee. Dat ga ik maar als eerst doen. Daar zo gaan ze. Vliegveld Malaga, mensen. Het is al lang geleden dat ik hier geweest ben. Ja. Gaat natuurlijk altijd met de auto. Voorheen kwamen we hier in het begin heel veel, weet je nog? Ja, mensen ophalen, wegbrengen, alles. Nu zitten de tweede rij, niet de eerste. Kun je hier tussendoor, ja toch? Ja. Die mensen hebben de auto, die staan hier gewoon aan de kant. De mensen af te zetten. Zo, even uitstappen. Kijk. Hey, bekende mensen, hele bekende mensen daar zo. Van de familie Rutte zeker. Van de familie Rutte. Google het snel op YouTube. Kan je de sleutel er even uithalen? Hey. Hey. Was het klopt? Het is een klein stukje rijden, hè? Ja. We zijn er weer. Malaga. Dat is lang geleden. Ja. Het is ook niet echt druk, hè? Hallo Dames. Hallo. Wat heb jij nou aan? Daniel had dik de airco aan, dus ik zeg nou, ik weet het niet, maar het is gewoon koud.
Ik wou net zeggen, het is nog wel mooi weer hier. En jij bent al bevroren voordat je in Nederland bent. Ja, maar hij had de airco heel hoog. Kleine koffertje van James. Ja. Thank you. Alsjeblieft. Wil je deze vasthouden, dan tik ik hem even in de trui aan. Toch wel warm, hè? Ja, ik zit nu niet meer volop in de airco. Dus. Ja. Hoi. Ik ben fysiek vandaag. Nou ja, jij heel veel sterkte. Je hebt beter anders ook kunnen zeggen. Ik had even tegen jou dat ik zeggen dat je ook nog plezier moet maken en dat je mijn sterkte bent. Ja. Omdat ik met hun en de Brico Marmont. Ja, dat is waar. Nou, Nederland. Doei. Doei. Oh, dat is een korte knuffel. Nee, ik wou een mondkapje over. Oh. Hey. Doei. Doei. Toch. Tot dinsdag. Tot dinsdag. Tot plezier. Ik zie je dus weer. Ik heb even één keer die knuffel. Oh, jeuk. Hè? Ik heb even één keer die knuffel. Nog één keer die knuffel. Ik heb al gevlogd. Je hebt een goede knuffel. Zo kan ik het goed zien. Ja, kijk nou hoe lief. Nou, tot dinsdag. Moet je nog een keer open? Nou, ik doe hem nog maar een keer open. Hey Dame, heb je gezien wat ik gedaan heb? Ik had de koffie uit het raam gegooid, want ik moest niet meer. Slim. Oh ja, dat is wel handig, ja. Slim. De bus wordt steeds... Aftanser. Ja, hij moet even door de wasstraat, net als die van jullie. Dan is hij weer schoon. Nou, hou je ons op de hoogte? Ja, doe ik. Ik heb mijn telefoon, mijn portemonnee. We zijn nog in Malaga, dus mocht er wat zijn, dan kunnen we je nog weer ophalen. Voorlopig zijn we nog wel even hier. Ja. Jullie, ik denk dat ik eerder in Nederland ben als jullie terug zijn. Nou, het is niet te hopen, want... Denk het wel. Dag lieverd. Die inchecken, hè? Ja, die moet je even inchecken voor de balie. Ja. Die wat? Mijn koffer. Gewoon bij de dingen. Deze kan je inchecken. Bij gratis. Gratis. Even niks. Doei. Hey, doei. Doeg lieverd. Doei. Groeten, doei. Tot dinsdag. Doeg! Goeie vlucht! Dat gaat hoor! Doeg! En we zijn aangekomen bij de Brico Mar. Nou. Het is een beetje een... Speeltuin voor jullie. Daniel vindt het helemaal geweldig. Het is gewoon een bag in Nederland, hè? Ja. Ja, dat is ook dezelfde kleur, hè? Ja. Ik denk dat ik maar in de cafetaria ga zitten. Nou, dat klinkt wel aantrekkelijk. Wacht ik daar op jullie? Vind je dat goed? Met jij wel, mop. Kunnen jullie lekker struinen met z'n tweeën, zonder dat ik lastig ben? We zijn aangekomen bij de Brico Mar. Ik heb deze mee, die mee. Dus we gaan even lekker shoppen. Maar we gaan niet alles filmen, denk ik. Want dat duurt allemaal veel te lang. Dus we laten gewoon zo meteen lekker aan de mensen zien wat allemaal gehaald wordt. We gaan nu naar binnen. En kijken. Ik ga in de cafetaria zitten. Dan hebben jullie mooi de tijd om alles te gaan zoeken. Flink lijstje, toch? Dus dan weten jullie mij te vinden. Vergeet me niet op te pikken voordat jullie weggaan. We moeten ook nog straks daarheen naar de construction, want daar liggen alle zakken en zo. Ik zeg, mucho suerte, mannen. Veel plezier, hè? Oh jee. Kijk, er wordt nu al gekeken. We zijn nog niet eens binnen. Hé mannen, succes. Ik ga even naar de koffiecorner en even naar het toilet. Ik zie jullie later. Ja. En we lopen weer naar buiten. We hebben zo goed als alles gehaald. We moeten nu nog even naar de andere kant, naar de construction site. Want daar hebben ze al het grove materiaal liggen. Dat konden we hier binnen niet halen. Je hebt lekker de hele tijd bij het koffiecornertje gezeten. Ik ben zo blij dat je alles gevonden hebt. Hè? Ik ben nog nooit zo blij geweest. Nou, dit is het winkelwagentje. Ze brengen dit echt naar de auto. Ja,
zit zo goed als vol. Het zijn allemaal kleine spulletjes. Ja, je kan er doorheen rijden met je auto, maar dat is heel irritant. Dat heb ik vorige keer gedaan. En er zitten allemaal van die zenuwenlijers achter je, want je kan maar... Oh. Nou. Alles kapot. Ja. Hé, hey, wat heb jij? Hey, ik een nieuw beroep, stoeten. Dat is een mooie wandrij. Ja, rijden. Hey, weet je hoe duur deze was? Oh nee, dit is om te sporten. Nee, dit is niet om te sporten. Deze was maar 20 euro. Oh. In Nederland zijn ze veel duurder. Nou, ik zou ze gaan importeren als ik jou was. Alles importeren. Nou, gewoon meenemen. Wil er nog iemand een rij kopen? Bestel hem bij Daniel. De mannen zijn helemaal... De nieuwe bezem. Losgegaan. Kijk. Deze met stok. Nieuwe waterpas. Nieuwe magneet. Kijk, deze is magneet. Dus die kan ik mooi aan de riglaar vastzetten. Die stop. Kijk, hebben we deze met stok. Die is voor het aantrekken van de van het egaliseren voor de vloer, weet je wel. Kabels trekken. Nieuwe kabel trekken voor de stroom. Die hadden we toch? Ja, maar deze is veel sterker. Deze gaat veel makkelijker er doorheen. Dus veel stukker. Stroom. Stroom. Wat aarde daar. Kennen jullie vannacht nog wel slapen? Kijk. Al die mooie dingen. Grotere mixer, voegsel. Grotere mixer, ook nog. We hadden natuurlijk die is zo kleintje. Die werkt met een dikke pen, hè? Ja. We hadden al een paar van. Om dingen vast te zetten. We houden er maar twee van. Het lijkt wel of dat jullie in een snoepwinkel geweest zijn. Kniebeschermers. Voor als we de tegelvloer gaan leggen. Nieuwe mooie lijmkam. Afzuigertje. Badkamer. Spul. Perschuim. Kijk, we hebben ook verf meegenomen voor in de badkamer. Een privéjet, de Academie. Die gaat naar Nederland. Doei! Nieuwe handvat van de deur, hetzelfde als die ik heb. De binnenkant? Nee, aan de buitenkant. Aan de buitenkant. De binnenkant die ligt hier. Ja. Kijk, dit is voor de vloer te primeren. Herriestoppers. Voegsel. Mijn voegsel. Kijk, dit is die level systeem. Zak. Ruggen. Bijts voor de balken. Hier hebben we voor de hoekprofielen. En dit is de deurklink voor de buitenkant. Oh, dan had je toch deze meegenomen, Daniel? Ja, ik had gezien. Ja. Nou, nemen we die ook erbij. Hey, hoe geef jij erop? Hey, jongens. Heb je sleutel, Daniel? Ja. Mili Rutte, hè? Nou, dan gaan ze weer, hoor, met z'n tweeën. Doei! Nou, ze zijn weer blij hoor. Zo, watcha! Groppe materiaal. Nou, dit is dus zandcement, zeggen ze. Niet alles aan één kant liggen, hè? Alles aan één kant. Want hier onder de deken, daar liggen de hoekprofielen. Nou, die worden nog erger beschermd door kinderen. Kijk. Kijk, en dit. Even kijken. Dit is het egalisatiespul. Kijk, even een nieuwe schaakjes. Ja, ik kan eens op staan. Daniel die loopt met een grote glimlach op zijn gezicht. Want die komt nu uit de snoepwinkel vandaan. Hij is heel blij dat hij alles heeft. Ja, gewoon. Het is toch goed om allemaal goede spullen te hebben? Ja, wou je nou nog bij de IKEA kijken? Ja, is goed. Kom maar even door. Gaan we naar de IKEA. Hoppa! Ja, is goed. 3,5 uur later vertrekken wij bij de Brikkelmarkt. Zijn ze eindelijk uitgekeken, uitgespeeld. Ze hadden eigenlijk nog wel langer kunnen blijven, maar... Ik had het wel gezien, hè? Ja? Had jij het wel gezien? En dan gaan we op even naar de IKEA. En hier heb je die IKEA al. Het zit hier allemaal bij elkaar. Zo dichtbij. Kijk,
Van de Bricomar naar de IKEA toe. Van de Bricomar naar de IKEA toe. Nou, we kunnen eindelijk even dingetjes kijken wat jij leuk vindt. Dan kunnen wij koffie gaan drinken. Ja. Nou, echt niet. Nou, ik vind het ook leuk om door de IKEA heen te lopen. Het is helemaal geweldig bij de IKEA. Ja, en we kunnen de mensen eigenlijk niet steeds meenemen, omdat binnen wordt het niet echt geaccepteerd om te filmen. Dus daarom... Ja, misschien kunnen we bij de IKEA wel wat dingetjes, maar bij de Bricomar kan dat gewoon echt niet. Want er loopt daar ook zo'n beveiliger door de winkel heen en die komt dan naar je toe als je dan aan het filmen bent. Dus misschien bij de IKEA kunnen we even wat kleine kiekjes shotten. En dan kunnen we even een beetje wat laten zien. Ja, een beetje zo van, oh, dit is mooi bed dit. Mooie bank. Ik ga ook nog even in de opruimhoek kijken. Oh ja, ja, ik vind dat niks, die hoek. Ik vind het heerlijk. Zie jij weer leuke banken? Ik zie hele leuke banken. Wat vond je van die? Ik hou van de banken. Nee, die vind ik niet leuk. Dit is wel volgens mij een slaapbank. Het is wel een beetje klein. Dit vond je ook wel een leuke? Deze is ook wel echt super leuk. Die ziet er ook nice uit. Ik vind die zit echt lekker volgens mij. Maar ja, het is geen slaapbank. Kijk, hier heb je een slaapbank. Oh, we gaan naar de slaapbank toe. Zet hem maar uit je hoofd. We zijn weer buiten. Mijn ouders die gaan nog even naar een winkel toe. Ik ga met eentje naar huis. Demi die is al geland in Nederland. Doei! Ik ga vast naar huis toe. Mijn ouders die gaan dus ook nog naar Jolanda toe. Dat is de mensen waarvan... die hebben echt volgens mij nog niet gezien in de vlog. Even zo. Dan kan ik even gewoon praten en de auto dingen doen tegelijk. Dus die gaan nog even daar op visite. Die gaan er nog even wat drinken. Demi is net al geland. Zoals ik al net al zei. Dus nu ga ik terug naar Ploppels toe rijden. Want ik ga de vlog maken. Dan sta je in één keer vast in de file. Madre mia. Het staat helemaal stil gewoon. Auto's naast mij rijden wel, maar voor mij staat het stil. Demi die had net gebeld. En die had gezegd dat ze een goede vlucht had gehad. Klein beetje turbulentie. En wat altijd zo stom is met dit soort vluchten, want die vluchten zijn natuurlijk niet zo heel erg duur. Want volgens mij had ze heen en weer voor 100 euro of zoiets. Maar goed, dan ga je altijd inchecken en dan wil je je stoel bijvoorbeeld kiezen en dan moet je daar weer voorbij betalen. Dus probeer je op allerlei soorten manieren, zeg maar bij het inchecken, willen ze je laten bijbetalen. Al is het 20 euro voor nog een extra koffer, al is het 5 euro voor een stoel te wijzigen. Al is het een stoel met 20% extra beenruimte voor 20 euro. Dus probeer op alle manieren om zeg maar uit die 100 euro die je dan al betaald hebt voor je ticket nog iets erbovenop te krijgen. En wij doen altijd gewoon heel simpel. We hoeven dat niet, we hoeven ook geen stoel te wijzigen, dat niet. En dan zetten ze Demi precies in het midden neer. Gewoon tussen twee mensen in. En dan kwam ze dus in het vliegtuig. En daar zat ze dus in het midden naast twee andere mensen. En die rij voor haar was helemaal leeg en die rij achter haar was ook helemaal leeg. Nou, dan weet je wel dat er een paar van die mierenneukjes bij zitten bij die vliegmaatschappij. En dan zeggen ze altijd van, dat doen we om het gewicht van het vliegtuig in evenwicht te houden. Nou, ik vind het wel mooi. Dus Demi die zei op een gegeven moment ook van, mag ik niet hiervoor zitten? Dus is Demi gewoon lekker in de rij ervoor gaan zitten. En dan had ze lekker drie plekken voor dezelfde. Volgens mij sta ik zelf niet echt momenteel in de beste rij. Want ik moet eigenlijk in die andere twee rijen hier zitten. Waar al die auto's doorrijden. Maar de rij waar ik in sta, daar is dat helemaal stil. Ik rij niet eens. En ik moet die kant op. Dus ik ben lekker bezig voor mij. Ik ben goed aan het opletten. Maar ik ga er nu tussen. Hoe snel gas geven. Kijk, nu kan ik weer doorrijden. Dus ik moet eventjes nog anderhalf uur terug naar huis. Dan ben ik weer thuis, ga ik even de hondjes uitlaten. En dan ga ik lekker aan de vlog beginnen.
Ik ben weer thuis aangekomen en kijk eens wie hier zijn. De knuffels en de snuffels. Hey. Kom, we gaan even jullie riempjes pakken. Dan gaan we even naar buiten. Ja. Kijk, deze is van Luna. Kijk, Loen, hier zo. Hartstikke idee. En deze is van Wappo. Zegt dat goed? Nee, deze is van Spike. Kijk, Spike. Het is, hey. Nee, en deze is van Wappo. Kijk, Wappo die gaat op de stoel zitten. Kijk maar, pak je riem. Ja, we gaan naar buiten. Allemaal aangelijnd, jongens. Spike, ben je er klaar voor? Spike, die heeft... Wow, zo, ligt in de camera bijna. Spike, die heeft altijd zijn riem vast in zijn mond. Zelf ook. Nou, dit wordt altijd chaos. Kijk, zo. Doe ik hem open en dan wil het Wappo, die wil altijd gelijk naar buiten rennen. Hoi. Kom, ga deze kant op. Ja. Oh, ik doe nog heel even de onderdeur dicht, jongens. Even wachten. Zo. Die Wappo jongen, even kijken. Kom, ga hier naartoe. Kom. Naar boven. Oh, rustig, rustig. Spike. We moeten even wachten op Spike. Even wachten op Spike. Kom, Spike. We hebben net even allemaal een plasje gedaan daar. Kom, ga nou even een klein stukje die kant op. Oh, yo, yo, yo. Kom, ga daarin. Kijk, ze met z'n tweeën naast elkaar lopen. Spike rustig hier. De film lijkt het misschien niet stijl, maar het loopt behoorlijk af. Ook als je hem naar beneden hier ziet lopen. Je ziet ze echt helemaal zo op de voorbeentjes af proberen te remmen. Kijk, die Luna en die Wappo, die willen zo graag. Die willen het vooruit. Maar Spike die denkt, doe eens even rustig, joh. Doe eens even rustig. Kom, naar deze kant op. Kijk, ik word de hele tijd voorgetrokken door hun twee. Hey, doe eens even rustig. En dit uitzicht, dat verveelt nooit. Blijft altijd een mooie soort van portretfoto. Portretfoto, ja, gewoon een mooie landschapfoto eigenlijk. Met die twee bergen en die zee op de achtergrond. Het verveelt nooit. Hé, Loen? Wat? Wat? Spike is lekker rustig over aan het ruiken. En hun twee zijn altijd in de stress. Horen ze weer honden. Horen ze vogels. Kijk eens hier. Kijk eens hier. Kijk hier even het mooie uitzicht, jongens. Kijk nou even het mooie uitzicht. Wat is? Ze horen echt van alles. Kom, we gaan weer terug. Even een rondje gelopen. Rondjes geplast. En gepoept. Kijk, en dan gaan we hier weer het steile stuk naar boven. Kijk, en dan zul je zien, hun twee. Die gaan weer met z'n tweeën als een raket naar boven. Nu doen ze rustig, want ze ruiken weer van alles. En Spike, die is heel langzaam, die komt altijd erachteraan. Kom, lopen. Kom, Spike. Oh, daar komt de vaart erin. Oh, daar komt de vaart erin. Volgens mij zagen ze iets. Nee, we gaan mooi deze kant op. Kom, doe eens even rustig voor Spike. Kom, we gaan hier naar binnen. De afgelopen twee dagen hebben we natuurlijk niet meer heel veel gevlogd in de studio. Maar mijn vader en ik zijn natuurlijk gewoon nog doorgegaan. Dus vind ik dat ik het even wel aan jullie moet weer laten zien wat er is gedaan. Nou, zoals jullie misschien voor het laatst nog hadden gezien, is dat dit helemaal open was. En dat ik hier nu twee nieuwe houten balken in gemaakt heb. Nou, het zit nu weer helemaal dicht. Kijk, ik heb daar ook allemaal van die bouwstenen gemaakt. Ik heb die hoek weer opnieuw gemaakt. Zowel ook aan de andere kant. En nu heb ik dus ook deze hoeken weer opnieuw gemaakt. Dus morgen ga ik weer lekker klussen. Want Demi is nu toch weg. En dan ga ik eigenlijk dit opvullen en dit ook. En dan wordt het weer een mooi strak, eigenlijk vierkant. Zo, want dat was het eigenlijk nog helemaal niet. Ik heb het nu ook waterpas gemaakt. Kijk, ook als je nu naar binnen toe loopt. Zie je ook, het is weer gewoon een mooi vierkant geworden. En dat was het eigenlijk nog niet. Het was ook helemaal niet waterpas. Dus dit zit ook allemaal dicht. Het kan allemaal weer aangesmeerd worden, dat het allemaal mooi opgevuld is. En mijn vader die was natuurlijk bezig met het plafond. En dat is ook echt super nice geworden. Kijk, het is nu nog allemaal een beetje dof. Er zit ook nog wat kalk allemaal op de balken. Het moet natuurlijk allemaal nog even eraf gewassen worden. En even schoongemaakt. En uiteindelijk wordt natuurlijk ook alles nog gewit en de balken gebijtst. Maar
Ja, ik kan het misschien op de camera niet zo heel goed zien, maar het is zo ontiegelijk strak. Want we hebben het met de Knauf MP75 gedaan, waar we ook in Nederland mee stuken. Ik denk dat dit wel het meest strakke plafond van Poloppos is, met balken. Dat denk ik wel. Ik denk dat er geen enkel plafond is in Poloppos dat zo strak gestuukt is. Het is ook nog eens afgewerkt met een spakmes. Een klein spakmes. Kijk, met deze. Met deze heeft hij alles helemaal afgewerkt. Kijk, en hij had ook eentje heel klein gemaakt, want hier boven mij is het heel smal. Had hij helemaal met deze, had hij deze helemaal op maat geslepen. Echt super nice. Nou is gisteren ook nog het elektricien geweest, omdat wij hebben dus nu hier een elektriciteitskast. En die zit hier in deze studio. En die geldt eigenlijk voor het hele huis. En nou zat ik daar een beetje mee en dacht ik van, dat wil ik niet. Ik wil hier gewoon een apart klein kastje voor dat stel dat hier mensen zijn en wij zijn hier niet. En de stroom gaat eraf. Dan kunnen ze altijd weer de stroom hier aandoen. Maar de gewone de kast voor het hele huis, die zei ik, die moet eigenlijk naar de andere kant waar het ons woongedeelte zit. Want ja, dat is ons gedeelte en dit wordt eigenlijk voor de verhuur. Dus wij moeten wel een soort van de controle hebben over de elektriciteit voor het hele huis. Dus dat niet dat zeg maar alle schakelaars in de studio zitten die dan wordt verhuurd. Dus toen hebben we elektricien even laten komen en even gevraagd hoe we dat moeten doen. We laten hem natuurlijk wel aansluiten, want zover weet ik ook niet af van stroom hoe je een stroomkast moet aansluiten of moet verplaatsen. Hij heeft alleen even over ons gezegd wat er gedaan moet worden met leiding in de muur gemaakt worden en zo. Dus dat hebben we ook nog even gedaan. Dan loop ik even naar buiten. En zoals je misschien nog ziet daar, op die natte plek, dat zie je ook wel. Dit was helemaal open. Dat hebben we helemaal open gemaakt en hebben we nu weer helemaal aangestuukt. Kijk, en dan loop ik zo even naar binnen. Kijk, hier zie je het ook nog goed. Hier is het ook nog nat, want dat heb ik gisteren gedaan. Dus dat moet nog even opdrogen. Kijk, dan loop ik nu naar binnen. Hey, rustig man. Rustig. Kijk, nu zit de stroomkast hier. Ja, kijk, deze die gaat dus van de stroomkast buiten hier naartoe, zodat hij hier weer stroom heeft. En deze gaat weer een aparte groep terug naar de studio toe, zodat daar dan ook weer een apart klein kastje gemaakt kan worden. En dit, ja, dit is voor de rest van het huis. Want hier in dit gedeelte van het huis is eigenlijk nog nooit stroom gemaakt in de muur. Dus vandaar dat ik hier wat buisjes alvast heb ingemaakt. Er zitten hier 6 in. Zowel voor de studio en voor mijn slaapkamer. Die krijgen allemaal een aparte groep. Nou ja, allemaal hoop gepraat over stroom. Maar jullie zullen waarschijnlijk denken van helemaal prima. Maar in ieder geval, dit is puur gewoon even als dat je weet van, nou, in de toekomst wil ik hier ook nog stroom in de muur maken. Dan zit het er al vast en hoef ik het niet weer open te gaan hakken. Dus dat hebben we allemaal gedaan. Dus de voordeur die is eigenlijk zo goed als weer recht. Tenminste, het moet nog een beetje aangesmeerd worden. Het plafond is klaar. De stroomkast is verplaatst. En dan komt morgen de elektricien om dus de stroom aan te sluiten. Hier. Dus dat we hier gewoon de elektriciteitskast hebben. Met hier met de stoppelkast en de schakelaars. En dan zit er daar een klein kastje. En dan kan lekker al die draden daar weg. En dan kan ik dat ook verder weer dichtmaken. En dan komt het allemaal steeds een beetje verder af. Maar, dat zal ik ook even vertellen. Dat is ook wel even leuk om te horen. Ik zet even de telefoon neer. Nou kreeg mijn moeder dus gisteravond een berichtje. Van de, hey, hou eens op. Dan kreeg mijn moeder gisteravond een berichtje van de Leroy Merlin. Waar we die deur hebben besteld. En die deur die hebben we nou al, ik denk zeker 1,5 week geleden. Want woensdag, een week geleden dus. Afgelopen woensdag, een week geleden, hebben we besteld. Toen zeiden ze dat die volgende week woensdag zou aankomen. Nou, niks gehoord woensdag. Donderdag niks gehoord. Krijgen we gisteravond, oh ja, donderdag dus wel wat gehoord. Krijgen we donderdagavond een berichtje. Wat kregen we te horen, Wappo? Nou, dat de deur stuk was. Dat hij weer terug moest. Dus, hij komt eind volgende week. En dat wist ik al. Want dat heb ik al 3 of 4 keer gehad. Dat ik daar een deur heb besteld. En dat die stuk aankwam. En toen ik daar was, toen wou ik dus de deur bestellen. En toen zeiden ze tegen mij, ja, we brengen hem wel thuis. Toen zei ik, nee, we gaan hem zeker niet hier thuis brengen. Want als ik je hier laat thuis brengen, dan komt hij sowieso stuk aan. En dan moet ik hem weer terug gaan brengen naar Motril. Nou, nu zie je het. Nou is hij dus aangekomen bij de winkel. Was hij dus stuk door de transport of de leverancier, hoe ze dat hebben gedaan. Ik weet het niet. Ik heb het al 4 keer gehad. 3 of 4 keer. Ik weet het niet eens meer.
Dus nu moet ik weer wachten tot eind volgende week. En nu hebben we het even provisorisch opgelost met die deuren. We hebben van die riklaars ertussen gezet. Kijk, loop wel even naar buiten. Dan laat ik jullie dat wel even zien. We hebben nu maar even zo die riklaars ertussen gezet. En die deur zo, dus dan blijft die gewoon vaststaan. Ik had deze net even weggehaald. Zet je er eentje erachter en dan de deur er tegenaan. Eentje ervoor en dan blijft de deur ook staan. En dan is het ook voorlopig even dicht. We zijn weer veilig thuis, Frigiliana. Het was gezellig op de verjaardag. En moeders heeft even een lekkere hamburger gemaakt. Zo, die ziet eruit, hé. Niet zomaar een hamburger. Ik zal hem even laten zien. Dat is wat je zegt, een hamburger. Ja, wap. Ik snap dat jij hem ook zou willen, maar hij is gewoon lekker van mij. Ik ben, zoals jullie zien, veilig aangekomen in Nederland. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden en dat jullie even een duimpje omhoog willen doen. Niet vergeten te abonneren natuurlijk en een leuke reactie. En dan zie ik jullie in ieder geval snel weer. Toedels!